VVD Dront is natuurlijk de partij van gewoon doen. We zeggen ook wat we doen en we doen wat we zeggen. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar ook bewezen. We lopen nu ook niet weg voor onze verantwoordelijkheden. We zijn ook keurig blijven zitten in dit college. En hebben nog heel veel gedaan de afgelopen half jaar. Waar staan we de komende jaren voor? Natuurlijk voor lage lasten voor onze burgers. Waar mogelijk willen we zelfs belastingen af gaan schaffen. Bijvoorbeeld de hondenbelasting die we nu af willen gaan schaffen in het komende jaar. We zijn ook heel erg bezig met de zorg. Met name de zorg op maat voor iedereen die het nodig heeft. Infrastructuur is nog wel een dingetje. In die zin dat we nog een betere ontsluiting willen hebben van alle kernen. Dronten, Biddinghuizen en Zwifterband. En ook het knelpunt Rogbot willen we opgelost zien. En daarnaast willen we natuurlijk ook alle sportvoorzieningen tiptop op orde. En als het deze sportwethouder ligt en deze lijsttrekker, dan gaan we dat ook zeker doen. We hebben inmiddels geld gekregen van de gemeenteraad om dat ook inderdaad ook te bewerkstelligen. Dus we roepen ook alle sportverenigingen op om aanvraag in te dienen om hun sportvoorzieningen nog beter te voorzien van goede sportterreinen. En ik zou zeggen van stem lijst 2, VVD, gewoon doen.